Het is afgelopen en Anderlecht wint de Aegon Future Cup in 2013. Ja, dit is niet leuk. Je hebt 4 wedstrijden gewonnen, goed gespeeld. En dan verlies je de finale. Dat is natuurlijk het doemscenario. Op zich, we speelden niet super slecht, maar we waren te slordig. We hebben niet echt kansen gecreëerd. En ja, zonder kansen kan je niet scoren. Hadden jullie het gevoel dat jullie na die halve finale onoverwinnelijk waren? Niet onoverwinnelijk, maar we speelden gewoon erg goed. In een toernooi moet je altijd groeien. Je begint meestal wat minder en uiteindelijk moet je pieken in de finale. En ik denk dat we die piek een wedstrijd te vroeg hebben gehad. Ja, het is echt balen. Voor je ontwikkeling is dit natuurlijk ook goed. En verliezen hoort er ook bij. Je kan niet altijd winnen, dus ik kijk er wel tevreden op terug. Ja. Daar, win je het daar leer je het meeste van, hè? Van verliezen, zeggen ze wel eens. Dat denk ik niet, nee. Ik vond niet dat Anderlecht een beter team had of dat we hun beter spel hadden. Maar ja, uiteindelijk gaat het toch om wie de meeste goals heeft gescoord in de wedstrijd. En hun hebben gewonnen en dan moet je ze feliciteren en klappen en op naar de volgende wedstrijd. We hebben dit toernooi gewoon op een heel goed niveau gespeeld. En ja, we praten natuurlijk over jongens onder 17 jaar. En je ziet het op allerhoogste niveau nog gebeuren. Maar ook bij ons, zeker bij ons ook nog, dat er foutjes worden gemaakt die afgestraft worden. Nou ja, dat is vandaag gebeurd. En het gebeurt net even te vroeg in de wedstrijd, waardoor je toch wel met alles bij elkaar, waardoor het gewoon moeilijk wordt. En Anderlecht heeft gewoon een hele goede ploeg met goede voetballers. Dus daar loop je ook wel eens tegenaan. Dus terecht te winnen. En als het dan toch gaat om opleiden, dan is dit wel weer iets waar je wat mee kan, lijkt me. Nou, precies, ook dat. Je geeft het allemaal al aan. Het zijn mooie voorzetjes. Maar zo is het ook. Ze hebben 4 overwinningen gehaald waarin ze 0 doelpunten tegen krijgen. Wij. En de finale loopt het iets anders. Maar dit is sport, dit is voetbal, dit is groot worden. En begrijpen dat in topvoetbal elk foutje wordt afgestraft. En dat hebben ze nu, dat hebben ze nu gemerkt. En het is heel zuur om dat in de finale, om daar tegenaan te lopen. Maar maakt ze misschien nog hongeriger om de volgende keer het op een andere manier in te vullen. Dus ik neem niemand wat kwalijk, ik ben hartstikke trots op ze. Maar dit hoort bij voetbal en zeker bij topvoetbal. Geef ze een hartelijk applaus, nummer 2 van de Aegon Future Cup, ons aller Ajax! Ik wil namens het team en de selectie, staf, wil ik de organisatie bedanken, de sponsors en de supporters natuurlijk. En Anderlecht gefeliciteerd. We hadden liever natuurlijk eerste geworden. Alleen helaas zat er niet meer in dan dit. Dus, ja, we moeten misschien blij zijn met de tweede plek. Maar ja, je gaat natuurlijk wel voor het hoogste haalbaar. Nou, ik denk dat we als team echt op een heel goed toernooi terug kunnen kijken. We zijn echt als eenheid hebben gevoetbald. En ja, veel dingen samen gedaan, dingen ook opgelost. En dat bleek ook wel uit de resultaten, denk ik. Très heureux, bien sûr. En plus, c'est la deuxième fois que je gagne cette coupe. Je l'avais déjà gagnée il y a 2 ans, donc je reviens une deuxième fois. Je la gagne une deuxième fois en tant que capitaine en plus. Ça fait plaisir. Voor ons is dit een heel belangrijk moment. Als wij naar buitenlandse toernooien gaan, is dat een moment waar we de jongens kunnen evalueren op hun collectieve en individuele progressie. Dus eerst en vooral is het een leermoment. Maar dit soort toernooien zijn toch ook een referentiepunt naar waar wij staan binnen België en daarbuiten met onze jeugd van RSC Anderlecht. Ik vind dat het is heel goed gedaan. De organisatie, de hotel is top, de toernooi is top, de velden, de ploeg. Het is raar, maar zelfs de scheidsrechters. Dat is een compliment. Ja, ja. Ze fluiten niet alleen voor de ploeg, de homeploeg. Zijn jullie een terechte winnaar? Over het hele toernooi bekeken, als je maar 1 tegendoelpunt krijgt, geen enkele wedstrijd verliest,
en uiteindelijk in de finale met 2-0 wint, dan denk ik dat we wel terecht te winnen zijn, ja. Hoe vond u het om tegen Ajax te spelen in de finale? Het is nu de derde keer dat we naar hier komen. We hebben al eens de finale tegen Ajax gespeeld, 2 jaar geleden. 2 jaar geleden ook gewonnen, ja. Nu voor de tweede keer. Ik denk dat het niet mooier kan zijn dan een finale te spelen op het toernooi van Ajax tegen Ajax Amsterdam. Groot feest nu bij Anderlecht? Ja, natuurlijk.